Lieverd, ik heb zo'n honger. Kijk. Ik eet geen burgers. Nee, nee, dat is een geweldig idee. Wat? Kom hier. Hallo daar. Bob, ik wil normaal eten. Kijk. Ik ben het weeshuis zo beu. Ik wil niet meer terug. Ze zijn allemaal zo gemeen. Ik ga er nooit meer terug. Het spijt me. Meisje, ben je hier alleen? Wat maakt het jou uit? Misschien heb je hulp nodig. Waar zijn je ouders? Ik heb geen ouders. Ik kom uit een weeshuis. Lexi, ik heb overal naar je gezocht. Zij gaat nergens naartoe. Wij nemen haar mee. Je bedoelt dat je haar adopteert? Wat? Ja, ja. Geweldig, laten we papierwerk gaan doen. Nee, geen papierwerk. Geen papierwerk. Lexi is onze dochter. Lexi is jullie dochter. Je moet gaan. Ik moet gaan. Mevrouw Christy, wacht. Kom op, lieverd. Waarheen? We laten je ons huis zien. Oké. Hebben jullie mevrouw Christy gehypnotiseerd? Tuurlijk niet. Je verbeeldt het je gewoon. Kom binnen. Maak het je gemakkelijk. Wees niet verlegen. We gaan eindelijk eten. Wacht, ze mag niet weten dat we vampier zijn. Anders zijn ze weg. Of anders nog, ze vermoordt ons. Jij bent het. Heb je niks dat je wilt uitleggen? Het is niet dat je denkt dat het is. Wat zou ik denken? Laten we je huis gaan laten zien. Wauw, dit is cool. Behalve dat je doodskisten, bloed, spinnen... Ik denk dat ze het door heeft. Natuurlijk kwam ik erachter dat jij, net als ik, een fan bent van de rockband Vampires. Wat gaaf dat we op dezelfde lijn zitten. Ja. Lieverd, je kunt je camera uitzoeken. Mama en ik maken alles klaar voor de ceremonie. Voor het avondeten bedoelt hij. Ja, ik wilde eten zeggen. Krijg ik mijn eigen kamer? Ja. Bob, wat ben je aan het doen? We werden bijna gepakt. Sorry, het kwam er gewoon uit. Let op je woorden. Mm-hmm. Oké, laten we gaan. Laten we ons klaarmaken. Helemaal klaar. Dit is het meest verwachte moment. Ik kan het bloed al ruiken. Wat hebben jullie vandaag voor de lunch? Echt? Het is maar een hand. Dat is grappig. Doe het niet nog een keer. Ik ben zo onhandig. Ze moet in tweeën worden gedeeld. Hoe delen we haar in tweeën? Ze is zo mager. Ze moet eerst vet gemest worden. Wacht, wat zijn jullie aan het doen? We gaan je eten geven, lieverd. Ik heb geen honger. Hoe kan dat? Wij zorgen voor je. Maar ik wil echt niet eten. Je hebt honger. Ik heb heel erg honger. Ja, dat is beter. Kom maar. Eeuw. Wat denk je hiervan? Eeuw. Nee, dat wil ik niet. Maar pizza en burgers. Oké, stel. Alsjeblieft, bedankt. Dus, waar is je bezorging? Hier is het. Je moet daar betalen. Hier, neem ze veel als je nodig hebt. Ik denk dat het zal lukken. Een koffer met geld voor 3 burgers en 3 pizza's? Dat is gek. Dat is vreselijk. Zelfs de geur maakt me ziek. Ik hou ervan. Bedankt, ouders. En jij gaat dat allemaal opeten? Ja. Wanneer raak ze vol, hè? Ik weet het niet, maar we moeten er klaar voor zijn. Wat was dat? Linda, ik denk dat we beroofd zijn. Mam, pap, ik heb heerlijk gegeten. Dat is geweldig. Nu gaan wij ook eten. Probeer je in te halen. Je kunt niet van ons weglopen. Geef op. Jij zoekt rechts. Ik zoek links. Je kunt nergens naartoe. Jongens, geef me wat likes. Ik heb jullie hulp nodig om bij hem weg te komen. Bedankt.
Mam, pap, ik ben het echt helemaal beu. Ah, Lexi, waarschijnlijk wil je wel naar bed, niet? Oh, juist, nee. Lieverd? Slaap? Nee, ik wil verstoppertje doen. Laat me verstoppen en jullie zoeken mij. Waarom ga je niet slapen? Kijk, daar is een spin. Waar? Oh. Waar is de spin? Er is niks. Nee, er is niets. Bob, je hebt er gemist. Oh. Je hebt er ook gemist, eigenlijk. Rustig aan. Ze kan niet ver gekomen zijn. Oh, waarom zit je daar? Kom op, pak haar. Heb eens. Je kan je vrouw niet verstoppen. Bob, ga haar zoeken. Linda. Ik zei toch dat ik een kampioen was in verstoppertje? Ja, ik heb je. Jij bent zo'n verliezer. En wie noem jij een loser? Kom op, ik maak wel een grapje. Ik wou dat je Lexi had gevonden. Ik heb erg honger. Ik zal haar vinden. Wat is dat? Je hebt me gevonden. Kom op, we willen niet spelen. Dus ga je ons nu achtervolgen? Kom op. Stop. We willen niet spelen. Dat willen we niet. Papa, waar ben je? Oh, hij voelt het niet goed. Mam, je hebt het helemaal koud. Ik denk dat je ziek bent. Nee. Het gaat lieverd, goed met me. Je ziet er niet goed uit. Nee. Ik weet wat we moeten doen. We hebben dekens nodig. Hier, ik heb alles wat je wilt. Achoo. Pap, ik denk dat je ook ziek bent. Nee. Ik weet wat we doen. Lig, we moeten je inpakken. Wat is er aan de hand? Schat, ik denk dat we ziek zijn. Ja, ik weet wat je nodig hebt. Het lijkt op een verkoudheid. Geen zorgen, ik zal je opknappen. Cool. Heb je niet gehoord wat Lexi zei? We zijn volkomen gezond, Pop. Waarom is onze temperatuur zo laag? Omdat we vampier zijn. Mam, waarom ben je opgestaan? Je mag niet opstaan, je bent ziek. Ga terug naar bed. Ik zei het je. Oké, doe je mond open. Is dat knoflook? Ik denk dat ze ons probeert te vermoorden. Nog geen knoflook. Het spijt me, ik had het moeten oplossen. Ik wist niet dat je allergisch was voor knoflook. Maar nu zal het zonlichtje helpen. Lieverd, laat haar terugbrengen. Het was jouw idee om haar mee te nemen. Stop me niet in een wezenhuis, alsjeblieft. Laat haar opeten, hè? Ja. Wat? Verrassing, Lexi. Wij zijn geen fans van de vampires. Wij zijn vampieren. Linda, ik kan dit niet doen. Ik ook niet. En ze hadden de mooiste dochter, Lexi. Waarom stopte je? Of heb je mij al opgegeten? Lexi, zie je, we kunnen niet opeten en dat willen we ook niet. Waarom is dat? Ben ik niet goed genoeg? Tuurlijk niet. Ik kom uit een weeshuis. Weeshuiskinderen zijn niet zo lekker en ons bloed is slecht, toch? Nee, Lexi, je hebt het helemaal mis. We zijn al aan je gehecht en we houden van je. Je bent heel heerlijk. Maar we gaan je niet opeten. Ren weg, Lexi. Ga weg en kom niet meer terug. Wat? Ik bedoel, mijn ouders zijn echte vampieren. Je verlaat ons niet echt, hè? Tuurlijk niet, maar alleen als je me in een vampier verandert. Wil jij echt een vampier zijn? Echt heel graag. Wauw. Maar het is erg pijnlijk. Kom op, bijt me sneller. Nou, is het allemaal gelukt? Ja. Wow, dit is zo cool. Ik had niet gedacht dat ze zo enthousiast zou zijn. Ik ben geschokt. Ik ga wel. Lieverd, ik ga met je mee. Hier zijn ze allemaal. Kijk zelf maar. Rustig maar, wij zorgen ervoor. Dit kan niet gebeuren. En trouwens, ze willen mijn geheugen wissen. Rustig. Mevrouw Kirstie beweert dat u een kind uit het wezen heeft ontvoerd. Dat kan niet kloppen. Ze herinnert zich niets meer. Ik herinner me alles. Ik slik vitamines en overal hangen camera's. We hebben niemand ontvoerd, hè? Mam, pap, is alles oké? Hallo, mevrouw Kirstie. Kijk hier eens naar. Arresteer ze. Wacht, wat is er aan de hand? Deze mensen hebben je ontvoerd. We sturen ze naar de gevangenis. We hebben niemand ontvoerd, oké? Mam, pap, kan ik dit alleen aan? Maar,
Lievert, alles goed met je? Wat is al dat geschreeuw? Mam, pap, ik heb alles opgelost. Mijn dochter, ik ben zo trots. Ze gaat het geweldig doen op de vampierschool. Wat? Vampierschool? Kunnen we nu meteen gaan? Tuurlijk, lieverd. Ik hou van je. Ik zie je vanavond. Doei. Wauw, jij bent een knappe kerel. Ben je hier alleen? Sorry, je bent niet mijn type. Ik hou van donkerder. Donker, hè? Huh? Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Laten we beginnen. Je taak is om je partner te hypnotiseren. Je hebt hiervoor 5 minuten de tijd. Dat is makkelijk. Je bent het lelijkste meisje op school. Je zal alleen doen wat ik je zeg. Ik ben de lelijkste meid. Echt, je bent zo voorspelbaar. Jij vindt mij leuk. Jij en ik zijn een koppel. Hey, dat kun je niet doen. Wat is er gebeurd? Ze proberen je te laten denken dat je van haar houdt. Wat? Zeg me dat het niet waar is. Ik weet dat je me aardig vindt. Oh ja? Nee, het is meisjes. Stop met vechten. Op Danny, laat Ashley gaan. Lexi, stop met bijten van Danny. Mevrouw Sophie, ik zorg ervoor. Ryan, goed gedaan. Jullie hebben allemaal een 1. Wat heeft dat met mij te maken? Zij begon ermee. Het komt allemaal omdat jij Ryan hypnotiseerde. Dat is tegen de regels. Dat is genoeg. Of ik stuur je naar de directeur. Ryan, je krijgt een 10. Ik ben terug. Heb ik iets gemist? Hè? Iedereen is ontslagen. Wat heb ik gemist? Uitstappen. Ryan, het spijt me. Het was niet mijn bedoeling dat dit zou gebeuren. Ik hoop dat je je niet beledigd voelt. Ryan, neem de uitnodiging aan. Het is een bloedproeverij vanavond in mijn crypte. Ik hoop dat je komt. Ik zal erover nadenken. Nou, ik zie je dan. Kijk, je hoeft daar niet heen te gaan. Ik zou ter ere van jou naar mijn feest moeten komen. Jij zou ter ere van jou. Ter ere van mij? Ik zal op je wachten, lieverd. Ashley, krijg ik een uitnodiging? Wil je uitleggen wat er net is gebeurd? Waarom vertelde je niet gewoon aan iedereen dat we een koppel waren? Een koppel? Wat? Schatje, wees niet zenuwachtig. Je kent mijn moeder. Ze is tegen elke vorm van een relatie. Jij bent alles wat ik nodig heb. Echt? Echt. Eeuw, hoe kan hij dat leuk vinden? Je hebt gelijk. Hij zou mijn vriendje moeten zijn. Wat? Nee. Eigenlijk zou hij de mooiste en de rijkste moeten daten. Ik bedoel mezelf. Wie kan het schelen, zolang zij het niet is? Sterker nog, ik denk dat ik een plan heb. Ik denk dat ik het ook heb. Wij tweeën, wij kunnen ze heel snel uit elkaar halen. Luister. Hoi, kun je Danny opzoeken? Nee, ik vind haar helemaal niet leuk. Ja, ik weet dat je mij leuk vindt. Maar als je Danny en Ryan uit elkaar haalt, ga ik met jou op een date. Ik doe alles voor een date met jou. Oké, laten we gaan. We kunnen hier veel oren zitten. Hi. Dus hoe gaat het? Laten we het doen zoals we besproken hebben. Lieverd, ik heb je gemist. Zijn jullie aan het daten? Ja, al 2 maanden. Oké, gefeliciteerd. Wacht. Wauw, dat is een leuk idee dat je bedacht hebt. Maar wacht. Dat heeft geen enkele zin, we zijn niet samen. Trouwens, Lee houdt alleen van Ashley. Hier, kijk dit. We moeten praten, nu. Laten we gaan. Er komt geen date. Ik denk niet dat je plan werkt. Kijk. Heb jij dat gedaan? Doe het niet. Mam, nee. Wat? Ik zei geen relaties tot je afgestudeerd bent. Mam, maar... Scheld hem niet uit alsjeblieft te houden van elkaar. Kom nooit meer in de buurt van mijn zoon. Ik spreek je later wel.
Oh, dat is het. Ik denk dat je relatie met Ryan voorbij is. Jij hebt die ene zaak opgezet. Lievertje, verdient het gewoon niet om bij Ryan te zijn. Dat is het. Ryan is nu van mij. Dat zullen we zien. Mag ik? Je zit al. Ja, Ryan. Kijk, het spijt me echt wat er met Danny is gebeurd. Wie maakt dat wat uit? Oh, kijk. Ik weet wat je gaat helpen. Het meest verse bloed. En durf geen nee tegen mij te zeggen. Oké, dat is iets waar ik geen nee tegen zeg. Oh, weet je zeker dat ik een vampier word? Tuurlijk. Hij vindt me absoluut niet meer leuk. Ryan, ik denk dat ze wat tijd voor zichzelf nodig heeft. Ja, je hebt waarschijnlijk gelijk. Oh, wauw. Ik ben een vampier. Ashley, nu? Alsjeblieft. Nou, schiet op. Dus, hoe voel je je? Veel beter. Ik zei toch dat verse bloed altijd helpt. Ja. Ryan, lieverd, het spijt me zo dat Danny je heeft verraden. Ik weet zeker dat ze dat niet deed. Dat kon ze mij niet aandoen. Zie je niet dat we bezig zijn? Ryan, ik heb eigenlijk veel te zeggen. En je hebt gelijk, Danny zou dat nooit doen. Ik geef Ashley, je Ashley, wacht. Lexi, ga je gang. Hoe dan ook. Ashley heeft de hele zaak opgezet. Ze willen jullie gewoon uit elkaar halen. En ze heeft Lee er ook toe aangezet. Waar heb je het over? Ashley, is dat waar? Kijk, Ryan, ik vind je echt leuk. Dat had ik niet van je verwacht. Ja, ik ben zelf ook geschokt. Ryan, waarom gaan we niet naar een restaurant? Ik wil je niet alleen laten. Laat hem alleen. En zodat je het weet, Lexi is degene die foto's op school heeft opgehangen. Oh. Dat is zo vies. Blijf uit mijn buurt. Jij bent alleen maar een probleem. Jij begon? Ryan! Stop. In tegenstelling tot jou heb ik tenminste een kans. Ryan, wacht. Wat nu? Je houdt van Lexi. Alles wat Ashley zei is een leugen. Je gaat vanavond met Lexi naar het restaurant. Ik ga met Lexi naar het restaurant. Ryan, moeten we gaan? Waarheen? Nou, je zei net dat jij en ik naar het restaurant gingen. Ja, natuurlijk. Laten we gaan. Ryan, vertel me iets over jezelf. Waar hou je van? Wat doe je? Ik hou van jou en van voetbal. Oké, Ryan, ga niet verder. Wat ben je aan het doen? Heb je mij net gehypnotiseerd? Nee, ik vind je gewoon heel leuk. Jij zou met mij moeten daten, niet met hem. Oh, laat me alleen. Ryan, wacht. Wil je dat ik het geld of een gloednieuwe iPhone geef? Het is allemaal van jou. Ik wil niets van jou. Ryan, wacht. Laten we even gaan eten als vrienden. Het duurt niet langer dan 15 minuten. Oké, maar niet voor lang. Bediende, ogenblikje. Wat denk je dat je... We zijn nog niet eens uit elkaar, je kust er al. Ik heb haar niet gekust. Ze kuste mij. Vertel het haar. En wat? Nee, ik weet niet waar het over heeft. Jij bent degene die me vertelde dat hij me leuk vond. Hier, kijk, ik heb een video. Ik hou van jou en van voetbal. Oké, dat is genoeg. Nou, ik snap het. Ik laat jullie twee met rust. We zijn... Kom niet meer bij mij in de buurt, oké? Waarom verkoos je haar boven mij? Oké, niet te zeuren. Hij zal snel beseffen dat hij dit niet wil. Danny, maar hij zal te laat zijn. Danny, daar ben je. Ik heb overal naar je gezocht. Ik heb nu geen tijd. Eigenlijk is er een wedstrijd voor de beste man. Dat doe ik niet. Eigenlijk heb ik je aanvraag al ingediend. En jij bent de belangrijkste kanshebber om te winnen. Heel interessant. Als je nu vertrekt, kun je niet meer naar de atletiekschool. Stop. Begrepen? Ja. Laten we gaan. En ik ben klaar om de winnaar bekend te maken. De beste leerling van de school. En dat is... Ryan, mijn zoon! Woehoe! Woehoe!
moet je iets vertellen. Danny, het spijt me zo. Ik hou zoveel van je. Wat? Ik verbied je om met iemand uit te gaan. Vooral deze Danny niet. Mam, bemoei je niet mee. Het spijt me. Vergeef je me? Oh, natuurlijk. Oh. Oké, dan is Lee de beste leerling. Oké. En zodat je het weet, ik heb een antwoord gekregen van de atletiekschool. En je hebt geen controle meer over mij. Nou, wat hebben we gemist? Ryan bekende zijn liefde aan Danny waar iedereen blij was. Mevrouw Sophie is nu erg boos en Ryan vertrekt naar de atletiekschool. En ik ben nu de beste student. Je hebt het goed gedaan. Ja, zomaar 10 minuten te laat. Oh, ik verbied je om te vertrekken. Ik ben een volwassene. Ik kan voor mezelf zorgen. Ik laat het niet los. De show is voorbij. Iedereen ga. Je gaat weg? Wat gaat er met onze relatie gebeuren? Maak je geen zorgen. Ik kom terug. Als je me nu wilt excuseren, ik moet gaan inpakken. Mwah. Dus je bent weer arm en zonder vriendje. Je bent een loser. Eigenlijk heb je ook geen vriendjes. Eigenlijk heb ik nu een relatie met Lee. Hij bleek heel cool. Mm. En ik ben gewoon rijk, dus jij bent de enige loser hier. We zullen zien wie er geluk heeft en wie niet. Je maakt een grapje. Oh, oeh. Stap in. Oh. Je bent zo goed. Waarom gooi je de rest er niet in? Dat kan je ook zetten. En ik ga rusten. Ik ben moe. Waarom is het zo moeilijk om arm te zijn? Oh, kom op. Oké, laten we spullen wegdoen. Nou, het is jij of ik. Wat nog meer? Ik vraag je om mijn rustruimte te verlaten. Wat? Waar zijn de kluisjes? Niet mijn zorgen. Hey, kan iemand mij horen? Help! Het is niet zo erg. Oeps, cocktail? Eenhoorn? Ik heb het me ingebeeld. Je bent op werk, hè? Wat is er? Nee, tegen recreatieruimte. Ja, tegen schoolkluisjes. Ga weg, ga weg, ga weg. Wat denk je hiervan? Ga weg, ga weg. Oei, geld. Wat is hier? Ga niet. Maak het schoon. Kunnen we een deal maken? Ik heb een super aanbieding voor jullie. Wat denk je? Niet goed. Ik vind alles leuk. Het werkte. Het is de verkeerde kluis. Ik denk dat het te vroeg is om mijn spullen erin te doen. Wat is de service? Wauw. Heb ik genoeg voor een bakje vrij? Ja. Ik neem het dienblad. Ik zal alles nemen. Ze krijgt niks. Dat is zwaar. Mag ik pasta alsjeblieft? Ja. Was dat mogelijk? Als je geld hebt is alles mogelijk. Tabel 2 alsjeblieft. Mag ik ook mijn pasta? Ik ben bezig. Dat is goed, ik krijg meer. Het is hier niet zo erg. Wie deed dit? Doe het opnieuw. Ik eet dit niet. Ik dat ook niet. Dat ook niet. Wat ruik ik? Ik hou van rijk. Stop, dat wil ik. Dat is mijn eten. Ik betaal al het geld. Ik wil je geld niet. Bied het haar aan. Is het kerst of een verjaardag? Het is geen dag, het is een wonder. Vertel me wat je wil. Denk dat ik een idee heb. Iedereen weet, ik ben niet de rijkste persoon op school. Oh.
dat is het. Ja, de pasta is van jou. Wat? Wie deed dit? Oh, wat doen we nu? Ik weet het niet, maar de hele school gaat de video zien. De hele school. Sluit hem aan. Druk op. Oh, het werkt. De beloning zal de mijne zijn. Een beter project kan je niet krijgen. Wat is het? Het is een nano-ontwikkeling. Bla, bla, bla. Wat is dat voor knop? Nee, stop! Ik zei dat je het niet moest doen. Nee. Ik zei dat je niet op moest drukken. Oh, gouden pen. Waar zijn we? Oh, een staart. Oh, hilarisch. Hopelijk heb jij er ook een. Ik heb ook een staart. Het is hier zo cool. Een staart is handig. Nee, laten we hier weggaan. Het werkt niet. We zijn onder water. Er moet een deur zijn. Kun je me vertellen waar de uitgang is? Wat? Oh, een oude man. Ik ben Neptunus. Oh, Neptunus? Stilte. Laat me eruit, ik wil niet oud worden. Mag ik blijven? Heb je een dochter nodig? Stilte. Oké, stilte. Als jullie hier weg willen, moeten jullie mij allemaal iets geven. Jullie vragen je af waarom. Het is mijn verjaardag. Verras me. Dit is voor jou. Vork. Zo'n geschenk zal ze hier voor altijd zijn. Wauw, dat is zoiets cools. Jij gaat naar huis. Wat? Ik heb geld. Vies. En ik heb sieraden. Ik heb een hele kamer vol sieraden. Nou, wat moet ik met jullie twee? Breng ons naar huis. Ik heb het begrepen. Wat, zijn we arm? Wat moeten we doen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb altijd een backup optie. Smakeloos, eeuw. Hoe kan ik hier leven? Eigenlijk vond ik je het leuk. Een rijk meisje zoals ik kan hier niet wonen. Je bent 2 minuten rijk. In mijn bloed? Stroomt rijkdom. En in het jouwe? Eeuw, troep. Dat is zo. Je kan me maar beter helpen, lief zusje. Ik heb veel werk te doen. Wauw. Hoe zie ik dan? Wauw, dat is zo cool. Eigenlijk, het is mijn doodskist. Maar waar is mijn plek? Ik zal je je plek laten zien. Sluit je ogen. Laten we vliegen. Open je ogen. De straat. Dus mijn plek in de straat is dit? Jouw plek is natuur. Er staat een bord. Maak het je makkelijk. Zoals je wil. Dus jij leeft maar in de gouden kamer. Trouwens, ik zou liever op straat wonen dan mijn zus als jij. Als je hulp nodig hebt, wat ga je dan doen? Ik zal er niet zijn. Je zal je geld om hulp graven. En wat zullen je ouders zeggen van je gedrag? Het is ondraaglijk. Ik kan sowieso alles wel zelf aan. Slechtste zus ooit. Lucy? Oké, je mag bij me blijven. Echt waar? Echt waar. Oké, ik stem ermee in om bij jou te wonen. Lucy. Lucy. Weet je nog welke dag het is? Wat? Het is winkeldag. Ga je winkelen? Lucy, ik ben er klaar voor. Waar ben je?
Er is niemand, dus we kunnen de beste spullen krijgen. Ten eerste, doe dat nooit meer. Ten tweede, denk je dat ik me hier ga omkleden? Eigenlijk is het onze favoriete winkel. Oh, ja, dat klopt. Dat was ik vergeten. Ziet op en ga winkelen. Yay! Denk je dat ik dat zou zeggen? Ik kleed me hier om. Wat zit hierin? Ik neem die pruik. Hier, neem alles. Eet me alsjeblieft niet op. Dat is precies wat ik nodig heb. Een beetje bloed. Ik heb de duurste look voor een rijk meisje zoals ik. Begrepen. Niet dat. Het is geweldig. Kijk daar eens. Het is helemaal in orde. Ja, dat is wat ik wilde. Bedankt. Die vampiers zijn zo dom. Nu zal iedereen jaloers zijn. Kijk naar haar. Ze ziet eruit als een clown. Waarom lachen ze? Phew. Cindy. Wat wil je van me? Cindy, ik ben het Lucy. Lucy, wie heeft het met je gedaan? Het is een lang verhaal. Zul je me helpen? Tuurlijk, laten we gaan. Hier komt stinkende Cindy. We dachten dat je niet zou komen. Laat me met rust. Dacht je dat je voor ons zou weglopen? Genoeg, ik ben het zat om gepest te worden. Hoe durf je mij aan te raken? Ik weet precies wat me bezielde. Hou je dan maar vast. Bedelaar. Wacht eens even. Bedenk hoe je rijke vampiers kunt aanraken. Daar komt nog een bedelaar. Eigenlijk ben ik rijker dan jij. Jij en rijkdom gaan niet samen. Reken met ze af. Kom op, Lucy. Wat doe je? We maakten gewoon een geintje. Je bent onze beste vriendin. We maakten gewoon een geintje. Jullie maakten een geintje. Dat was niet de bedoeling. Oké. Gelooft hij in me? Jullie weten wat je moet doen. Wie is hier? Wat doen we met haar? Zet haar neer en laten we gaan. Ik hou niet van hem laten zijn. Dank je. Alles staat klaar. Laten we beginnen. Kribbel, kribbel. Water verandert in bloed. Bam! Stil. Cindy, rustig. Het is geen zon. Het is een licht van de lamp. Ik maak een grapje. Wat gebeurt hier? Eigenlijk verander ik water in bloed. Ben je gek? Je had mijn dure spullen kunnen verpesten. Het spijt me. En zodat je het niet vergeet... Cindy neemt nooit meer de spullen van Lucy. En onthoud, je leeft hier volgens mijn regels. Cindy. Het bloed werkte niet. Tuurlijk niet. Kijk hoe je dat moet doen. Miss Lucy, kies. Nee. Cindy, wie zou jij kiezen? Ze ziet er heerlijk uit. Dan kies ik haar. Oké, de rest van jullie eruit. Eruit. Mag ik ook wat? Ik heb honger. Tuurlijk mag je dat. Als je een paar duizend extra hebt. Het is leeg. Hier, doe alsof het bloed is.
Oké, jij mag afronden. Ik kan niet eten als je maag knort. Hier. Oh, het is leeg. Ik ben die grappen van Lucy zat. Ik zal liever op straat wonen met een zus als dat. Oh, zo hongerig. Hey. Dat is ons eten. Stop het daar. Oeps. Daar is ze. Ik wil niet. Ik wil niet. Daar is ze. Deze kant op. Hier. 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 Pak haar. Daar. Waar is ze? Ze moet hier ergens zijn. Ik ruik een broodje. Laten we ons opsplitsen. Stop. Laat los. We vangen een inbreker. Ik heb ze al. En jij? Eruit. Asje. Yep. Ik beeld hem het al in. Ik denk dat ze weg zijn. Wat hebben we hier? Waar is de lichtschakelaar? Wow. Dit is een schatkamer. Achoo. Arme hoede is verleden tijd. Ik had honger. Ik denk niet dat ik de enige hier ben. Wat is dat voor geluid? Ik hoor iemands stem. Ik had het me niet kunnen verbeelden. Ik heb het gevoel dat er iets achter het gordijn zit. Ja, ik kom eraan. Misschien is het een rat. Oké. Ik moet hier weg. En terug naar mijn arme leventje. Haha, ik heb je. Haha. Je had gewoon het eten terug moeten geven. Oh nee, ik verdien een rijk leven. Ik blijf. Aha. Niemand. Een kraai misschien? Of toch een rat? Oké. Hij is te schattig. Ik denk dat we in een ander leven een stel kunnen zijn. Waar? Zoveel kostbaarheden en geen eten. Tijd om het territorium te verkennen. Hit me baby one more time. Achoo. Gezondheid, dank je. Wat? Ik denk dat ik een pauze nodig heb. Plan volbracht. Ik kan gaan. Wat is dat voor geur? Onmogelijk te weerstaan. Zoveel spullen. Ik wil dat en dit. Ik neem alles. Candace, is alles klaar? Is dat het? Ben ik op dieet? Kijk hoe chagrijnig. Je hebt alles. Mag ik wat normaal eten? Zei je niet dat je op dieet zou gaan? Ja, oké, dat is genoeg. Breng al het eten maar.
Miauw, miauw. Een kat? Hebben wij een kat? Een kat? Nee, een kip. Ah, ja. Eet smakelijk. Dat is beter. En de ketchup? Ah, die pak ik zelf wel even. Het is nu of nooit. Waar is Candace? Ik heb alles daar neergelegd. Het is allemaal onze kat. Meneer, we hebben geen kat. Wie lag er dan onder de tafel? Ah, ik begrijp het. Een rat. Meneer, ik heb 10 jaar voor u gewerkt en ik verdien het niet om zo beledigd te worden. Ik had het niet over jou. Wat een verschrikkelijke ochtend. Oké, ik moet weer ontbijten op het eiland. Helikopter! Oh, het is goed om een miljonair te zijn. Of tenminste een kat. Miauw. Oh, naar het toilet. Oh. Goedemorgen. Wacht even, wat is hier aan de hand? Er is een indringer in huis. Alarm! Wat is er aan de hand? Alarm! Oké, dat is genoeg. Leg maar uit wat er aan de hand is. Er is een indringer in huis. Waar? In de badkamer. In de badkamer? Volg mij. Het is fijn om een badkamer te hebben. Hij is op slot. Dus wat moet ik doen? Kom eruit, of we breken de deur in. Mag ik? Ja, het is allemaal betaald. Laten we hem openbreken. 1, 2, 3. Pak haar. Er is hier niemand. Oh, die was er wel. Ik zag haar. Het zijn al je late night shows. Ik heb haar echt niet gezien. Ontsla me gewoon niet. Oké, ik zal het niet doen. Ga nou maar. Schiet op. Schiet op. Er gebeuren hier vreemde dingen. Waar is mijn tandenborstel? Oh, daar is het. Oké, ik moet in bad. Dan verdwijnen alle zorgen. Waar is de eend gebleven? De eend. Phew, dat scheelde niet veel. Ik moet hier weg. Oh. Zo'n kans. Ik kan hem niet missen. Ik wou dat ik een kop koffie had en dit zou de beste ochtend ooit zijn. Waarom niet, mam? Oh. Goedemiddag. Oh. Nou, meneer Eend, ben je klaar om te zwemmen? Ja, ik ben er klaar voor. Laten we gaan. Wat is er mis met het water? Waarom is het vies? Oh, en het ruikt vies. Er moet iemand extra in dit huis zijn. Nee, Mr. Duck, ik bedoel jou niet. Ik zal je vinden. Dat is het. Ik heb de camera ingesteld. Ze hangen nu door het hele huis. Oh, het is haakjes. Snelle reactieknop. Stop. Het is erg snel. Hoe snel? Druk er gewoon op. Oké, ik ben er. Wauw. Nu zal de wegloper zeker gevonden worden. Dit is voor jou. Dat is geweldig. Dat is slecht nieuws. Hoorde je dat? Wacht. Laten we eens kijken. Oh, niet dat. Misschien is het een kat. We hebben geen kat. Ik vind je wel. Wat moet ik doen? Ik moet weg, maar dat wil ik niet. Alles verliezen met hen op straat zijn? Oh nee, ze hebben hen liever dan mij. Juist. Niet ik laat los. Cindy, ben jij dat? Geef alles wat je hebt.
Het is niet genoeg. Maar ik ken niks anders. Ik ken een plek waar ze dat wel hebben. Laat hem eens zien. Probeer me niet voor de gek te houden. Hoe zou ik dat kunnen? Laten we gaan. Daar gaan we. Dat is geweldig. Wat een vondst. Ik ben rijk. Ik zei het toch? Weet je zeker dat er niemand thuis is? Niemand? Oké, ik geloof het. Ik ga het controleren. En hier geen woord over zeggen, oké? Begrepen. Hier komt het leuke gedeelte. Oh. Nou, hallo daar, kat. Wow, niet slecht. Muis in de val. Ik ben gemaakt voor dit leven. Waarom zou ik teruggaan naar de straat? Nou, kijk eens aan. Oh, is dat kleurenmuziek? Haha, ik heb je, kat. Ik ben Mavie. Kom maar halen. Ah. Jij komt niet ver. Wat is er aan de hand? Het werkt niet. Ik ben onmogelijk te vangen. Oh. Yes, gefeliciteerd. De dief is gevonden. Ik was het niet. Het was Cindy. Lieg niet. De camera's hebben alles opgenomen. Huh? Bedankt. Ik zal nu rustig slapen. Tot ziens. Cindy, ik zal je vinden. Je hoeft me niet te zoeken. Ik ben hier en jij bent daar. Ik zal er zijn. Het is leuk om thuis een eigen bioscoop te hebben. Oké, wat staat er op het programma? Comedies, melodrama's, horror. Ik wil een comedy. Wat is een comedy? Ik denk die met de clown. Dank je, ik denk dat het begint. Waar zijn mijn chips? Waar zijn mijn chips? Een film zonder chips is weggegooid geld. Ik heb onthouden waar jij bent. Oh. Wat is dit? Het is een betoverd huis. Margaret, is dit echt een comedy? Ja, dit is een comedy. Met die clown. Oké. Wat is dat voor geluid? Wacht eens even. Margaret, kom hier nu meteen. Wat is er aan de hand? Ben je bang? Hier, er was hier een persoon. Ik bedoel, een heel mooi meisje. En ze schreeuwde zo. Dat moet je je verbeeld hebben. Nee, ik heb haar gezien. Maar je hebt alles gecontroleerd en je hebt een meisje gevangen. Dat is een ander meisje. En deze is prachtig. Heb je in de kelder gekeken? Wat is er te zien? Er zijn stapels goud en overbodige sieraden. Volg mij. Wat is hier gebeurd? Oh, het is mijn parfum. Ik bel de politie. Wacht, niet doen. Het is er allemaal. Ze heeft niets meegenomen. En ik denk niet dat het een dief was. Wat dan wel? Nou, misschien mijn toekomstige vriendin. Wat? Oh, het moet van haar zijn. Vind haar. Ik betaal elk bedrag. Maar... Schiet op. Ze is hier de hele tijd geweest. Waarom hebben we elkaar niet eerder ontmoet? Ze zoeken hem al. Ik moet weg uit deze buurt. Het doelwit is gepakt. Heb eens. Ik breng haar naar binnen. Ik wil niet naar de gevangenis. Nee! Hallo? Hallo. Het spijt me. Ik zal het niet meer doen. Eerlijk. Shh, je vertelt het allemaal. Tijdens de date. Dus ik ga niet naar de gevangenis? Nee, nooit. Dus, ga je mee?